U heeft hier een soort temperatuurmeter, dacht ik eigenlijk, liggen. Van op het moment dat iets gebeuren moet, maar... Nee, dit is een... Dit is een schemaatje waarin ik thuis probeer te brengen wie waar woont op de Suezkade. Oh ja. En dat komt gewoon voort uit nieuwsgierigheid om te weten wie je buren zijn en hoe ze heten. En wat ze doen ook? Nee, dat moeten mensen zelf weten. Nee. Maar dat je wel weet dat je de namen van je buren kent. Dat is eigenlijk al het belangrijkste. Daar begint het mee. En dat probeer ik langzamerhand in te vullen. En dat is nog een heel... Dat is een heel eind. Het is natuurlijk een heel eind wat je moet overbruggen. Ja. Ja. En er verandert ook voortdurend van alles. En bovendien zitten deze huizen heel ingewikkeld in elkaar. Dus je moet ook nog in de gaten houden welke deur bij welke ramen hoort. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Ja. Vandaar. En dan, als je dat dan klaar heeft, dan wordt dat in zoveel fout... Gedrukt? Nee hoor, dan gaat het bij mij, blijft het op het bureau liggen en dan probeer ik het bij te houden. Tenzij iemand er 1000 euro voor over heeft. Oké, ik zal het dan niet allemaal opnemen, want dat is goed. Dat is niet interessant voor... Dat is alleen maar interessant voor inbrekers. Ja. En ik dacht eigenlijk dat u de kleuren tegels aan het bedenken was voor... Nee. Maar dat is het ook niet. Nee, dat is het ook niet. Nou, leuk.